tonight out of Morocco, please welcome Ibrahim, Mr. Cool El Boudi. Maar de ovatie die Rajabzadeh kreeg was ongekend. Maar nu moet de Golden Wolf het gaan waarmaken tegen Mr. Cool. Die hier 7000 man in Rotterdam Ahoy het zwijgen wil opleggen. Meteen vol erin. Rajabzadeh slaat de tackle. Oh. Helemaal leeg. Zet El Boudi in zijn achteruit. Blijft. Rajabzadeh. Eerste aftellen. Eerste knockdown van de wedstrijd. Pandemonium in Rotterdam Ahoy. Wauw. En we hebben nog maar 1 minuut gehad, Remy. Ja. Hoe zal de rest eruit zien? Dit is waar we op hadden gehoopt. Dit is wat we hadden verwacht. En dan wordt het ook nog waargemaakt door Bahram Rajabzadeh. En weer gooit hij die salvo van stoten, knieën, trappen. Alles gooit hij eruit. Echt een wervelstorm. Die is zich aan het herpakken. Rajabzadeh moet natuurlijk wel zijn energie enigszins gaan managen. Oh! Oh! Een knie! Gesprongen knie! Rajabzadeh! Tweede knockdown! Vol treffer en het is voorbij! Het is voorbij! Ibrahim El Boudi. Alsof hij in de regen stond zonder paraplu. En Rajabzadeh met zijn 67ste overwinning, zijn 60ste knockout. En dit is nu de grote favoriet in het Glory lichtzwaargewicht toernooi. Wat een optreden van de Golden Wolf.